Dit is de nieuwbouw van Singer Laren, met het theater. En rechts daarvan de ingang van het museum, met daarnaast het huis waar het allemaal is begonnen: het huis van William Henry Singer, de romantisch aangelegde zoon van een groot industrieel in Amerika, en zijn vrouw Anna Brach. Ze lieten er de Wilde Zwanen bouwen en dat was behoorlijk groot, groot genoeg voor hun kunstcollectie. Het echtpaar was samen met hun Noorse vriend Borghart eerst naar Parijs en later naar Naarden gekomen. William was een middelmatig schilder, en zij verzamelde. Werken kochten ze van bevriende schilders, zoals Martin Borghart en Jacob Dooiewaard, door wie ze zich ook herhaaldelijk lieten portretteren. Hun aankopen vormden de basis voor de collectie, die later, na het overlijden van Anna Brug in het midden van de jaren 60, uitgebreid werd met aankopen en met veel giften. Zodat het museum nu een mooi overzicht heeft van vooral Nederlandse kunst gedurende een halve eeuw rond 1900, met een nadruk op het impressionisme. De zingers kwamen in 1912 naar Laren omdat ze zich daar konden terugtrekken in de ongerepte natuur, die ze kenden van de schilderijen van Anton Mauve. Van Mauve kochten ze veel schilderijen en in Parijs ook beelden van Auguste Rodin. Het museum heeft de grootste verzameling van beelden van Rodin in Nederland, onder meer dit prachtige beeld van Eva, Eva na de zondeval. Die uit schaamte haar borsten wil bedekken. Daartegenover staat van hun levenslange huisvrienden Borgaard dit Gipse beeld bevrijding, bevrijding van het lichaam. Het in brons gegoten beeld ziet u daar links in de beeldentuin. Inmiddels omvat de Singer-collectie werken uit de periode 1880 tot. 1950 overwegend met impressionistisch werkende kunstenaars die in het gooi woonden zoals onder meer Mauve, Van der Lijk eh, Lou Loeber en Cobreman, of die regelmatig werkte zoals Witse, Jan Sluiters, Jozef Israels een van de eerste die er werkte en ook de Duitse schilder Max Lieberman waarvan dit prachtige weglopende meisje Let op het feest van licht en schaduw. De recente schenking van de Nardink collectie door Els Blokker past in een traditie. Eerder kreeg het museum onder meer een schenking van de Bergense schoolschilders: Filarski, Leo Gestel, Else Berg en haar neven later echtgenoot Mommy Schwartz, en Charlie Thorop. Ook een aanzienlijke schenking met werk van de lokale schilder Ferdinand Hart niebrich zo genoemd naar zijn vader en zijn moeder, is een rijke aanwinst. Het zijn vrolijke tafereelen in pointelistische stijl, tafereelen in de natuur en liefst nog aan het strand. Het past mooi binnen de over het algemeen toch vrolijke collectie Luministische Kunst van het Zinger.